Hallo iedereen! Voor de vlog vandaag gaan we eens iets anders doen. En ik ga jullie 50, ik hoop dat ik er 50 ga hebben, facts about me vertellen die jullie nog niet wisten. Dus let's do this! Ik ben verslaafd aan Red Bull Sugar Free. Ik ben 3 keren moeten gaan voor mijn praktisch rijexamen. Ik had altijd heel veel schrik van honden. Totdat Celine en ik Milka kregen en ik Milka elke dag zag. En zo is mijn schrik van honden eigenlijk overgegaan. Ik bijt heel veel op de velletjes rond mijn nagels. En dat is heel slecht en ik wil er heel graag van afkomen. Dus als iemand tips heeft, let me know. Ravemuziek en meisjes die hun raveteven noemen of raveteef. Dat vind ik echt heel belachelijk. Dus... ja. Ik heb 4 jaar in de H&M in Hasselt gewerkt en I loved it. Ik heb 15 jaar lang ballet gedaan. Klassiek ballet. Ik heb al 3 auto's gehad in mijn jonge leven en altijd Ford. Ik hou echt heel veel van dansen. Ook al kan ik niet zo goed dansen en heb ik niet zoveel gevoel voor ritme, zelfs na al die jaren ballet niet. Mijn zus Anaïs en ik, we schelen 8 jaar. Ik vind de muziek van Bazaar echt heel slecht. Of Bazaard. Ik weet zelfs niet hoe het uitspreekt. Ik heb ze 1 keer op Pukkelpop ook gezien. En sorry voor de lovers, maar ik vind hun muziek zo slecht. Ik ben al 10 jaar lactose intolerant. Mijn lievelingskleur van kleding is zwart. Ik draag het liefst elke dag zwart. Ik las vroeger echt elke week de Yuppie. Dat was mijn verplichte leesmateriaal elke week. En ik heb zelfs 1 keer in de Yuppie gestaan, heel in het begin toen ik met Instagram begon. Ik heb een paar jaar modellenwerk gedaan, maar dat was echt niks voor mij. Was zoveel wachten en poseren en weinig eten. Ik vond dat niet leuk. Ik heb 3 jaar op internaat gezeten. Op internaat gaan was echt mijn eigen keuze. Ik heb ook 3 jaar lang fotografie en video gestudeerd op een kunstschool in Genk. Ik heb mijn kleine tenen aan 2 kanten van mijn voeten gebroken. Zelfs aan de ene kant heb ik mijn kleine teen 2 keren gebroken. Ik vind de kleur oranje echt heel lelijk. Ik heb 1 jaar op kot gezeten in Antwerpen en dat was niet goed afgelopen, want ik was radicaal gebuist. Ik heb echt hele kromme vingers van altijd op mijn nagels te bijten. Ik heb echt jaren nagel gebeten. En daardoor zijn mijn vingers heel krom. Ik werd vroeger echt gepest omdat ik de magerste en de grootste van de klas was. Ik vind auto's heel interessant. Een van mijn dromen is dan ook om ooit een Ford Mustang te hebben in het rood. Of een BMW i8 als ik echt wel heel veel geld heb ooit. Ik hou echt enorm veel van mijn job en vind het super leuk om jullie elke dag pakjes te zenden van de webshop. Ik ben echt heel blij, oprecht heel blij met mijn naam, Thalisa. En ik ben heel blij dat mijn ouders die voor mij hebben gekozen. Ik was vroeger echt geen gemakkelijke puber en had heel vaak ruzie met mijn ouders, vooral met mijn mama. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ik moet heel vaak pipi doen omdat ik een heel kleine blaas heb. En ik zit nu op het wc bij Celine en Nick. De positiefste eigenschap aan mezelf vind ik dat ik heel sociaal ben. De negatiefste eigenschap aan mezelf vind ik dat ik nogal impulsief kan zijn en heel snel op mensen vertrouw. Ik hou echt heel veel van autorijden. Ik vind het heel vervelend als mensen in de kant van mijn auto rijden, maar ik doe dat zelf ook heel vaak. Ik heb geen amandelen meer, want die zijn toen ik een jaar of 4 was verwijderd. In mijn familie noemen ze mij altijd Tali of Tita, maar die zeggen bijna nooit mijn naam voluit. Ik ben iemand die best wel
goed op zichzelf kan zijn en die graag wel alleen is. Als ik een jongen was geweest, dan zou ik Martijn genoemd hebben. Ik heb een of andere rare obsessie met notitieboekjes en lijstjes maken in notitieboekjes. En ik koop denk ik per jaar wel 20 notitieboekjes. De eerste date met Sam heeft Sam mij helemaal naar de videotheek gebracht met de fiets. En de videotheek was gesloten. En als eerste date hebben we een film gekeken en die noemde iets met Biggest Gigolo. Nee, Deuce Bigelow. Gigolo. European Gigolo. Gigolo. Het ging al sinds over een gigolo. Ja. Iets waar ik echt al jaren over droom, en ik weet dat Sam dat ook heel graag wil, is een huis kopen in deze wijk in Hasselt. Ooit. Ik lust bijna elk eten, denk ik. Het enige wat ik echt niet lust is anchovies. Ik ben geboren op 2 maart 1991 om 9 uur 's ochtends in Diest. Ik ben geobsedeerd door koriander. Ik eet echt koriander op alles. Sam was mijn allereerste lief. Ik ben echt geobsedeerd met mijn katten. En ik zou graag een 4e kat willen. En dan wil ik nog een Sheldon, maar in het grijs. Ik heb echt een heel goede band met mijn ouders. En ik probeer die dus ook wel zeker 1 of 2 keer in de week te zien. Als ik 1 soort maaltijd zou moeten kiezen voor de rest van mijn leven, dan zou het geen sushi zijn, maar soep. Want ik hou echt heel veel van soep. Ik zwem niet graag in de zee, omdat ik me daarna heel plakkerig voel. Plus, ik heb schrik dat er haaien in de zee gaan zitten. Ik heb in mijn leven al een paar keren met een meisje gekust. Waaronder Celine, Freya, Alessandra en nog een heleboel andere van mijn vriendinnen. Ik ben zoals vele anderen niet vies van voeten. Ik vind voeten best oké, tenzij er natuurlijk schimmels zijn of zo. Maar ik heb geen probleem met andermans voeten te zien of aan te raken. Ik kan met mijn voet aan mijn neus. Ik lust echt geen koffie en ik heb nog maar 1 keer ooit koffie geproefd van Sam. Van mij? Ja. Ah ja, oké. Okay. Als ik op stap ga, dan drink ik het liefst gewoon bier. Ik hou echt niet van afwassen. Dat klusje haat ik echt het meest. Dus ik ben heel blij dat ik dit heb. Ik heb het prikkelbare darmsyndroom, ook wel gekend als spastische darmen. Toen ik muffin ben gaan weghalen bij de broodvakker, toen had ik zoveel zenuwen dat ik ben moeten stoppen en pipi heb moeten doen langs de weg. Ik wil heel graag eens naar Australië op vakantie gaan en het liefst naar de Gold Coast. Ik was vroeger echt super lenig, tegenwoordig minder, maar ik probeer er aan te werken om terug zo lenig te worden. Vroeger kon ik echt de split en alles. Kei chic. Mijn all-time favorite televisieshow is Sex and the City. Ik slaap altijd aan de linkerkant van het bed. Zowel met Sam als met Celine. En eigenlijk niet per se omdat ik altijd links wil liggen, maar omdat de andere persoon altijd rechts wilt liggen. Mijn achternaam, Loop, is eigenlijk van Frankrijk afkomstig en betekent loup, en dat betekent dus wolf in het Frans. Ik ben half Duits, half Belg. Mijn papa is een Duitser, mijn mama is Belgische. Ik heb echt een stinky adem. Sheldon! Dat is niet 50 facts about you, hè. Het is over mij. Mijn lievelingsfrisdrank is iced tea peach. Ik vind monteren echt superleuk. En ik vind het nog leuker dat jullie onze vlogs zo leuk vinden. Want we steken er natuurlijk wel heel wat werk in. Als ik goed heb geteld, dan heb ik 60 facts gehaald.
Dat is meer dan ik dacht dat ik ging halen. Maar keigoed. Hopelijk vonden jullie het leuk om op deze manier toch wel nog wat meer over mij te weten te komen. Hopelijk hebben jullie dingen... zijn jullie dingen te weten gekomen waarvan dat jullie dachten... Oh, dat wist ik nog niet. Of, oh, interessant. Het zijn natuurlijk ook een paar stomme dingen bij en zo. Maar ik vond het wel heel leuk om dit met jullie te delen. Als jullie nog meer willen weten, laat het dan zeker in de comments weten. Of als jullie graag eens een 50 facts about me willen over Sam, laat het dan ook in de comments weten. Want dan kunnen we misschien volgende week zo een videootje doen over Sam. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. En Sam zal slapen, want het is ondertussen 12 uur en Sam was heel moe. Dus ik ga de vlog alleen afsluiten, maar wij zien jullie morgen weer. Tot morgen!